aangezien ik een goed mens ben. Ik zet de tv aan. Ik heb een lange dag gehad. Ik ben moe. Ik wil uitrusten. Ik kijk naar een programma waar mensen voedsel moeten koken. Het is heel grappig. Ik ga ook iets halen om te eten. Ik ren naar de koelkast en kies een ijsje uit. Ik ga terug lekker in mijn dekens liggen met mijn ijsje. Het is lekker warm. Ik zou zelfs in slaap kunnen vallen. Dit is een goede beloning voor de lange dag die ik heb gehad. Plots hoor ik mijn gsm. Iemand heeft me een bericht gestuurd. Ik kijk naar het scherm. Het is mijn vriendje. Plotseling wordt mijn hart in stuk geslagen. Hier is wat hij me schrijft. Ik moet met je praten. Ik wil het afmaken. Aangezien ik een goed mens ben, wil ik je onder vier ogen spreken om het met je af te maken. Ik kom morgen naar je appartement om hierover te praten. Ik heb een paar seconden nodig om te begrijpen wat hij heeft gedaan. Ik kan het gewoon niet geloven. Hij wil het afmaken. En hij wil wachten totdat we onder vier ogen zijn om te praten om het officieel af te maken. Aangezien ik een goed mens ben. Dit is gewoon kletspraat. Wat doet hij me nu? Ik stuur hem een bericht om te weten waarom hij dit doet. Wat gebeurt er? Maar hij antwoordt niet. Ik stuur dan berichten aan mijn vrienden. Ze begrijpen ook niet wat er gebeurt. Ze kennen mijn vriendje. Hij zou het met mij nooit afmaken. Nu eindigt mijn dag op de slechtste manier mogelijk. Ik heb een afspraak zodat mijn vriend het met mij afmaakt.